Zeg hallo tegen Rosie. Ze houdt van pizza. Nee, nee. Maar strenge moeder Betty zorgt ervoor dat ze gezond eet. Dit is niet eerlijk. Wat hebben we hier? Mams make-up tasje. Er zit veel interessant spul in. Nee, nee. Ik heb je al zo vaak gezegd van mijn spullen af te blijven. Je moet naar me luisteren. En zo was Rose's kindertijd. Mam vertelde haar de hele tijd van alles. Arm ding. Denkt ze eraan om haar telefoon te gebruiken? Nope. Mam kwam een sprookje voorlezen. Geweldig! Ze liet zichzelf in slaap vallen. Luidheidscontrole. En wat was het op deze manier doen? Auw! Geweldig, de oude controle staat in sluimerstand. Ze kan gaan. Rosie heeft een ontsnappingsplan bedacht. Hier, alles is veilig. Geweldig, ze is eindelijk vrij. Het eerste wat het meisje deed was winkelen. Nu kan ze kleren kopen zonder naar haar moeders advies te luisteren. Oh. Nee, niet doen. Oh, Carnage is hier. Oh nee, het lijkt erop dat het meisje alles heeft gepast in de showroom. Zelfs de bewaker werd wakker. Hier is de perfecte look. En ze zal moeten betalen voor de rest. Maar Rose heeft geen geld. Maar ze heeft verbeeldingen. Hé! Hey! Rosie heeft een oplossing gevonden. Lieverd wakker worden. Goedemorgen. Wat? Oh, Rosie! Meisje, waar is ze? Vrienden, misschien weten jullie waar Rosie heen is? Reageer hieronder. Wie is ze aan het bellen? Het is de coolste detective in het Troom-universum. Meneer Woodhound. Hé, hey, ik ben hier. Luister, mijn dochter is vermist. Sst, ik kan het wel aan. Meneer Bloodhound weet waar hij naar moet zoeken. Cool. Hij vond stof en besloot de zaak op te lossen. Ik heb het. 1 minuutje maar. Wat? Wat ben je ermee aan het doen? Stop ermee. Een meisje genaamd Rosie is verdwenen. Ja, alles is veilig. We hebben een schets nodig. Zoals dit? Nee, ben je helemaal gek geworden? Dat is een monster. Kalmeer. Oké. Ik heb je gezegd dat ze zulke mooie ogen heeft. Ja, dit is mijn Rosie. Vind haar alstublieft. Veel geluk, detective. Rosie wilde snoep. Maar ze had geen geld. Oh, dit café heeft een schoonmaakster nodig. Ze kan deze baan nemen. En meneer Bloodhound is hier ook. Hé, hey, jij! Wacht! Man, hij herkende haar. Auw, dat doet pijn. Rennen op een gladde vloer loopt slecht af. Rosie is begonnen als ober. Hier is de bestelling. We vragen ons af wat erin zit. Wauw, dat ziet er lekker uit. Oeps, ze heeft iemand anders zijn gerecht gegeten. Deze man weer. Ze heeft een vermomming nodig. Dank je. Hij vermoedt iets. Of misschien ook niet. Hey, ober. Zijn dit restjes? Oeps. Ik heb geen graten besteld voor de lunch. Snel, breng me mijn vis. Wat moet ze doen? Rosie heeft een idee.
Je herkent haar niet met een menumasker. Oh, goed. Oké. De detective was zo bang dat hij vergat dat hij honger had. Prachtig! Wauw, er zijn zoveel details. Rosie heeft een plek nodig om te rusten. Dus besloot ze een huis te bouwen. Cool ontwerp. En hier is een onverwachte gast. Een ogenblikje. Hij moet even nadenken. Hier woont het meisje waar hij naar op zoek is. Het is tijd om de dingen op hun plaats te zetten. Hey, ik heb je gevonden. Ik weet het. Een comfortabele deken kan tegen alles beschermen. Behalve één ding. Wacht, waar ga je heen? Kom onmiddellijk terug. Wees alsjeblieft voorzichtig. Ik vang je toch wel. Ja, maar we hebben een probleem. Eerst moet hij het bouwen van een huis afmaken. Dat is veel beter. Het is zo cool om te chillen in het droge zwembad. En om een cocktail te drinken. Oh, hij weer. Hoe onhandig. Rosie, zwem hier. Ik krijg je wel. Hé, waar ga je heen? Nou, oké. Wat? Help! Ik verdrink! Iemand! Rosie heeft de sukkel gered. Het is tijd voor haar om te gaan. Detective Bloodhound hangt posters op van vermiste personen. Nu is Rosie in gevaar. Oeps. Hé, daar ben jij! Oh, een vogel. Geweldige beweging. Wacht, ik zal het je laten zien. Oh, wat een gevaarlijke schietpartij. Oh nee, de detective is gewond. Of zelfs dood. Rosie heeft gewonnen. Geweldig. Een leuke foto om haar te herinneren. Dat is een mislukking. Meneer Bloodhound bereidde een smakelijke val. We hoeven alleen maar te wachten. Nou, voor nu is er niets. Ah, waar is de pizza? Wauw, Rosie is de detective te slim af. Oeps, je kan niet ver lopen met gebonden schoenveters. Nou, waar verstopte ze zich? Rosie heeft iets anders bedacht. Hier is ze, stoere meid. De detective zet de achtervolging in. Hij is zo boos. Nu gaat hij Rosie pakken. Hey! Ik heb er genoeg van. En Rosie geeft niet op. Auw! Ik pak je toch wel. Ik heb genoeg van je. De volgende is het koortsdolhof. Het zal niet makkelijk zijn. Waar is Bloodhound? Hij is vastgebonden op het moment. Rosie zat op TikTok toen ze de detective zag. Het belangrijkste is om niet gepakt te worden. Oh, ze is veilig. En wat is dat? Oh, Beth is ook op zoek naar haar baby. Oh, hoe ontroerend. Er is een idee. De arme detective zit gevangen in sociale netwerken. En wat is dat? Rosie heeft een lijst gemaakt van voorwaarden waarop ze akkoord gaat om naar huis te komen. En een auto ook? Serieus? Oké, ik heb het. Ik zal over de rest onderhandelen. Het is voor elkaar. Rosie! Rosie! Waar ben je? Mam! Wauw, dit is allemaal voor jou. Wauw,
coole outfit. Je straalt als een superster. Mijn meisje komt terug. Nee! We kunnen niet alles in ons eentje opeten. Doe met ons mee!